Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. En ik heb contact gezocht met ambassadeur. Dat ben je voor het leven, hè? Henry McDonald. Henry, welkom. Ik ga je tutueren en zeg geen Henry. Vindt je het goed als ik Henry zeg? Ja, geen probleem, man. Dan moet ik Frans doen. Dan moet makkelijk toch, dan praten we makkelijker. Ja, we worden spoed. Luister nou, je hebt jarenlang in Amerika gezeten en gewoond. En vooral voor Suriname als ambassadeur heb je bij de VN gezeten. Ik dacht 3 jaar. Hoeveel jaar is het totaal in Washington? Totaal, dus ik ben in Washington begonnen. Ik heb eerst in Washington gestudeerd. Ik heb daar een stage gelopen bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. Toen kwam ik terug naar Suriname, werd docent op de universiteit. Ik heb toen een mensenrechten pleitwedstrijd opgezet. Voordat ik in 2000... Nee, wanneer was het, joh? 1998 volgens mij zelf. Rond die tijd ging ik dan terug naar Washington. En ik werd toen te werk gesteld als diplomaat op de ambassade. Eerst als tweede secretaris, daarna werd ik eerste secretaris. En in 2007 werd ik benoemd tot permanent vertegenwoordiger bij de VN. En natuurlijk ambassadeur ook natuurlijk. Die titel kreeg ik ook in 2007. En ik ben daar gebleven tot en met 2017. En 2017, dus totaal heb ik ongeveer 20 jaar in de diplomatieke dienst van Suriname in Amerika, Washington DC en New York gediend. Ik denk, een diplomaat, ambassadeur, dat is zo'n politieke functie. Hoe kan het nou dat jij onder zoveel verschillende presidenten hebt kunnen dienen? In Suriname is het een, laten we dat goed zeggen. Laat me niet zeggen alleen in Suriname, maar in het Caribisch gebied, de meeste landen in het Caribisch gebied, is het geen professionele functie, echt. Het is een politieke functie eigenlijk. Jamaica, die stapt er vanaf. Trinidad gaat langzaam de andere kant op. Guyana eigenlijk ook. Maar in de meeste Caribische landen, inclusief Suriname, is het zwaar politiek. En dat betekent dat als er verkiezingen zijn geweest en een andere partij is aan het bewind gekomen, dat men gewoon alle diplomaten vervangt met hun eigen mensen. Soms hebben de mensen helemaal geen diplomatieke ervaring, maar ja, zo gaat het toe in de meeste ontwikkelingslanden, hoor. De Afrikaanse landen heb je dat ook zo'n beetje. Maar in Europa, totaal alle Europese landen, grote landen als China, India, Indonesië, en dat soort landen is de diplomatie nou een hele professionele aangelegenheid. Omdat het gewoon professioneel zijn, weet je. Je hebt bepaalde ervaring en daarmee werkt men. Jammer genoeg is het in Suriname nog niet zo. Maar ik ben waarschijnlijk een van de uitzonderingen, hoor. Want ik ben onder president Wilhelm Bos naar het buitenland geweest, uitgezonden. Ik was toen de tweede persoon op de permanente missie van Suriname bij de OAS. Mijn ambassadeur was toen de huidige minister van Bibis, ambassadeur Ramdin. En toen kwam de regering Venetiaan aan de macht, 5 jaren. Ik werd toen aangehouden als diplomaat op de missie. Ik was toen geen ambassadeur. En toen kwam Venetiaan weer terug. President Venetiaan weer terug. Voor de tweede keer. En ik werd toen beëdigd tot ambassadeur in Washington, in New York, bij de VN. En president Bouterse nam toen het roer van hem over daarna. En voor 5 jaren was ik nog steeds ambassadeur van Suriname bij de VN. Dus ik heb niet overleefd, maar ik heb onder 4 presidenten gediend. President Wilhelm Bos, 3. President Wilhelm Bos, president Venetiaan, president Bouterse. En nu onder president Santokki ben ik klaar. De president die heeft me een week nadat hij was geïnaugureerd, heeft hij me gebeld. Hij vroeg me als ik thuis zat. Ik zei ja. Hij vroeg me toen als ik een bijdrage wilde leveren. Ik zei natuurlijk.
als een president je opbelt, dan is dat eigenlijk een instructie. Dus ik ben nu adviseur van de president, van de huidige president, president Santokki. En ik adviseer hem specifiek ten aanzien van bepaalde diplomatieke zaken, maar zeker CARICOM, want hij wordt binnenkort de CARICOM voorzitter. En in dat kader heeft hij me gevraagd om specifiek daarbij ook een bijdrage te leveren. Oh, nee, meneer Henry, jij bent gewoon nog professional. Ja, ik heb eens, dat was mijn instelling altijd hoor. Ik heb eigenlijk, weet je, heel privé, toch achter van nu is ik ook de eerste professionele diplomaat. Oh, weet je, hoewel het in Suriname niet zo werkt hoor, ik heb het gemerkt na de verkiezing, dan moet je echt wel, indien je in de diplomatie wil zijn, dan moet je wel je politieke partij hebben. Of één politieke partij hebben die je pakt, weet je. Hele duidelijke voordelen. Vrienden van mij die diplomaat waren. Tijdens toen ik ambassadeur was. Die vrienden, twee van ze zijn nu minister. Weet je, dus je moet toch wel in de diplomatie blijven. Wie zijn ze? Wie zijn die vrienden van jou? Wie zijn ze? Twee maties van me, maar hij is nu minister van NH, dat is minister David Abiyamofo. Uh-huh. En ook Amoxi. Amoxi, okay. David was in Nederland en minister Abiyamofo. Ja, ja, David. Amoxi was in Washington D.C. Okay. En David Abiyamofo was in Nederland. Dus die zaten eerst in de diplomatieke wereld of zoiets? Ja, ze zaten in de diplomatieke wereld. Maar ze hebben altijd in politieke backing gehad, weet je. So, het was duidelijk dat zo, weet je. Partij hoorde. Ja, bij jou is het nooit duidelijk geweest. Daarom, ik vind het interessant om met jou te praten. Ik heb het bewust gedaan. Welke partij ben je eigenlijk? Is het niet belangrijk, no? Ja, kijk, ik kan aangeven in welke partijen ik helemaal eigenlijk niet zoveel heb gedaan. Maar ja, president Venetiaan, die benoemde me tot ambassadeur. Ja. Maar dat kwam omdat hij van zijn minister hoorde. Dat er een hele hardwerkende Surinamer was ergens die toch wel, weet je, een goede job zou kunnen doen bij de VN. Weet je, ik was toen geen NPS'er of zo. Ik was gewoon een harde werker en zo je president Venetiaan me ook leren kennen. Dus ik ben geen lid van, officieel lid van geen enkele politieke partij op dit moment. Je bent gewoon lid van Suriname. Juist, precies. Ik heb altijd tegen de volgens mij tegen twee presidenten heb ik duidelijk aangegeven in gesprekken met de presidenten dat ik mijn politieke partij Suriname zo overal waar ik een bijdrage kan leveren, waar ik iets kan doen voor Suriname en voor Surinamers. En het heeft te maken met de ontwikkeling, duurzame ontwikkeling. Nam idee. Weet je, zo ben ik altijd geweest. Dus dat is de reden waarom ik ook onder vier presidenten heb kunnen werken. Maar ik vind het mijn prioriteit is Suriname en geen politieke toestanden. Nee, omdat Mark Rutte van het weekend, hij was in Kiev bij de ambassade, Nederlandse ambassade, en hij zei in een interview van, hij weet niet eens welke partij de ambassadeur vertegenwoordigt. Ja, omdat zij politieke... Echt, dat heeft hij gezegd. Zij hebben professionele diplomaten toch. Dus als je in Nederland... En laten we zeggen Europa, niet Nederland. De meeste Europese, Zweden is, Zwitserland, Noorwegen, Italië, noem maar op, Spanje. Je bent diplomaat, je bent ambassadeur en het is een professionele job. Je hebt specifieke skills om te werken, niet voor een politieke partij in het buitenland. Nee, je werkt voor je land in het buitenland. Weet je, dat is het verschil. Weet je, als je in het buitenland bent eenmaal, dan doe je gewoon wat de regering je zegt. Wat het land, wat het beleid draag je uit. Je draagt geen politieke partij uit. Weet je, zelf nu denk ik, ik hoop het, dat als er een VIP-ambassadeur ergens zit in, laat me praten over, want die ken ik goed. Sunil Sitaldin is nu de ambassadeur bij de VN. Weet je, Sunil is absoluut niet daar, denk ik, om belangen van de VIP te behartigen. Hij zit daar om belangen van Suriname te behartigen. Dus zo moet je het zien. En de diplomaten in de, ik zal niet zeggen eerste wereldlanden, maar in de ontwikkelingslanden, in de ontwikkelde landen, die worden zo getraind. Je doet een opleiding en het is een vrij dure opleiding. Het kost aardig wat geld.
Maar je krijgt ook speciale skills mee als je eenmaal ambassadeur bent. En die skills moet je eigenlijk altijd inzetten in het belang van jouw land. En dan maakt het niet uit welke regering daar is. Vandaar dat die premier in het buitenland kan zeggen, ja, ik weet niet van welke politieke... Die man of vrouw is niet eens van een politieke partij. Maar die is een professional. En daarna, het gaat een beetje traag in het Caribisch gebied. Maar Suriname, houd bij Suriname. Er zijn een paar voorlopers, Trinidad en Jamaica. Dus we denken wat we door dat toe. Maar is Suriname al op dat pad waar ze nu gaan kijken naar professioneel in plaats van naar partijloyalisten? Eerlijk gezegd, op dit moment denk ik het niet. Weet je, als je kijkt naar de mensen die laatst zijn uitgezonden, het zijn allemaal mensen die, weet je, ik weet niet of ze lid zijn van de partij, maar ze zijn toch sowieso verbonden aan een politieke partij. Weet je, allemaal. Dus ja, ik denk niet dat wij... Ik had gehoopt dat we, weet je, alvast, weet je, een verandering daarin zouden brengen. Weet je, met de recente benoemingen van diplomaten en zo. En ambassadeurs vooral, permanent vertegenwoordigers. Maar dat is nog niet het geval. Maar natuurlijk, we leven in het Caribisch gebied. En natuurlijk is het zo dat niet alle Caribische landen op één niveau zijn. Zaken, weet je, het benoemen van diplomaten. De feit reeds Trinidad en Jamaica die hebben, weet je, die zijn een stapje voor op ons. Maar je zegt Trinidad en Jamaica, die zijn een stapje voor op Suriname qua benoemen van ambassadeurs. Hè? Die kijken niet naar politieke kleur. Ja, professionele mensen. Okay. Langer in... Misschien zijn er daarom leidingen ook in CARICOM, want dat zijn de meest ontwikkelde landen in de CARICOM. Ja, kijk, economie, ja, man, alles. Dat komt niet... Ja, maar Jamaica heeft hier veel problemen gehad, maar ze gaan nu toch wel heel goed. Trinidad heeft hun oliedollars gehad altijd, dus vandaar dat ze eigenlijk altijd de aanzien van ontwikkeling een beetje voorop waren. Maar ook, je hebt gelijk, eigenlijk, ik ben het met je eens, dat aanzien van diplomatie ze ook de professionelere kant op gaan. Weet je, wij moeten, we huppelen er achteraan, denk ik. Maar wij zijn niet de enige, hoor. Zeker de kleine Caribische landen, daar is het ook zo. Weet je, er komt er, soms, het is, daar is het eigenlijk bijna nog erger, want de verkiezing is vandaag. En over 2 dagen is dit ambassadeur al teruggeroepen. Ja. Bij ons duurt het een beetje langer, hoor. Men, soms 2 maanden, soms een half jaar. Weet je. Men zit niet echt te kijken van, hey, luister, nu zijn we aan het bewind. Poor de Tamara. Dat gaat niet zo. Maar in de meeste Caribische landen, de kleinere, dat is dat laatste, hoor. Echt wel. Nu je adviseur bent. De verkiezing is vandaag geweest en de volgende dag is de ambassadeur gewoon niet op kantoor. Die wordt teruggeroepen. maar nu je adviseur... Nu je adviseur bent van de president, bespreek je dit soort zaken met hem van, jongens, stap af van de politieke beïnvloeden van ambassadeur. Maak het nationaal. Het is werk voor professionals. Ik ben in Lviv geweest, Oekraïne, en ik heb gezien wat de Nederlandse ambassade daar doen. Het is gewoon professional. Bespreek je dit soort dingen met president Chandrika Prasad Chandraki? Niet echt, want de president is ontzettend druk. Hè? En zijn werkwijze is om, weet je, regelmatig in contact te zijn met commissies. Dus als er vraagstukken zijn, bijvoorbeeld CARICOM, ben ik in een commissie. Ik ben niet de persoon die rechtstreeks de president kan. Ja, ik kan hem wel rechtstreeks e-mailen. En ik heb hem ook op WhatsApp, dus ik kan hem berichten sturen. Maar om met hem te zitten praten over dit soort zaken, dat lukt niet. Aan de andere kant denk ik dat we op het ministerie van Buitenlandse Zaken wel een highly professional hebben, hoor, als minister. Minister Ramdien. Albert Ramdien, is hij professional? Hoe professioneel is hij? Ja, man. Ja. Hij is lang in de diplomatieke dienst. Hij is assistent-secretaris-generaal geweest bij de OAS, volgens mij voor 10 jaar. Hij is een van de mensen die toch wel aardig wat diplomatieke ervaring is. Misschien number one. I don't know who is number 2, 3, 4 or 5. But hij is absoluut één persoon. Hij is gepocht en gemazeld. Hij is gepocht en gemazeld, zegt men dan.
Wat zegt u? Ik zeg, hij is gewoon de man die daar moet zitten. Dus, hij is juist, ja, ja. En daarom had ik ook verwacht dat hij sowieso de aanzet zou doen om onze diplomatieke dienst te professionaliseren. Misschien komt dat nog hoor, weet je. Maar je moet ook rekening houden met de politieke realiteiten. Je kan niet komen en je draait als aan direct, Tamara. Niet zo, de politieke ja, realiteit is dat. Meneer Hendry, de politiek. Ik ben aan het bewind, ik moet mijn ambassadeurs daar hebben. Ja, maar die politieke realiteit. Als ze nou ervaring hebben of niet, no problem. Maar die politieke realiteit brengt ons nergens. Al 46 jaar struggelen we al met de politieke realiteit die ons nergens brengt. Is het geen tijd voor, is geen tijd voor professionals? Helemaal mee eens hoor. Maar hoe doorbreek je dat? Weet je, hoe doorbreek je dat? Nou, dat is het probleem. Hebben mensen als jij daarvoor doorgeleerd, hè, diplomaat, hoe doorbreek je dat? En dit zijn juist issues, want ik ben echt iemand die werkt van bottom-up. Je begint bij de basis. Maar dit zijn issues, weet je, sowieso professionaliseren van de diplomatie. Dat is een top-down approach moet je hebben. Weet je hebt echt wel een minister daar, een president daar, weet je, die zeggen van, hey, luister, we veranderen van. We gaan het zo moeten doen. Want als we rekening houden met de realiteit die ons eigenlijk nergens naartoe brengt, hoor. Want kijk, je moet daarom gewoon kijk naar Europa, kijk naar de ontwikkelde landen. Kijk naar de grote ontwikkelingslanden als India, Indonesië en China. Die hebben allemaal een professionele diplomatieke service. En weet je wat zo jammer is? Wij hebben dat niet. En het kost ons verschrikkelijk veel geld, want je hebt nou een aantal ambassadeurs en diplomaten die teruggeroepen zijn. Ze zijn thuis, ze hebben die ervaring, want die mannen zijn en vrouwen zijn 5, 10 jaar, misschien 15 jaar zijn ze in de diplomatieke. Ze hebben die ervaring, maar ze worden allemaal naar huis geroepen, zeg hier, en je stuurt dan gewoon totaal nieuwe mensen, gewoon 100% nieuwe mensen. En die moeten het weer gaan leren, die moeten die ervaring gaan opdoen, weet je, af en toe zie je ook wat. Soms maken ze ja, grove fouten in het buitenland. Maar je kan die mensen niet kwalijk nemen, want allemaal een diplomaat. Die heeft misschien een diplomatieke opleiding gehad, een crashcourse van een maand, 2 maanden. En de persoon is daar, grote diplomaat. En dan komt die persoon in contact. Zeker in de dienst waarin ik was. Weet je, bij de VN of bij de Europese Unie of bij de OAS of bij de CARICOM. Kom je daar in contact met andere professionals. En daar zie je, weet je, hoeveel... How much is lacking? Want dan ben je daar en ja, je collega's zijn ex-ministers van buitenlandse zaken, soms ex-premiers, weet je, zijn al 4 posten geweest als diplomaat. En jij ontmoet die mensen en iedereen vraagt je van, hé, hey, hoe staat het, weet je, je moet je cv aangeven. En dat ziet men van dat je echt een rookie bent. Echt een, ja, ik zal niet zeggen een groentje, maar dat je pas in dat ding bent. En dan wordt je vaak ook door de andere landen niet direct serieus genomen. Want men weet van, je bent pas in de diplomatie, weet je. Men gaat meer kijken naar de mensen met ervaring, de mensen die er langer in zijn. Dus dat is ook geen voordeel. Terwijl het ook niet in het voordeel van het land. Als je mensen naar het buitenland stuurt als land, zeker naar bepaalde posten die helemaal geen ervaring hebben. Het is wel belangrijk dat je kijkt naar... maar hoe kijk je naar de buitenlandse missies? Ik bedoel, de ambassadeurs en diplomaten van Suriname nu in de verschillende landen. Hoe doen zij in jouw ogen? Kijk, op sommige plaatsen zijn er mensen naartoe met wat ervaring, hoor. Zeker bij New York heb je, ik zei het, ambassadeur Citaldien, die heeft aardig wat diplomatieke ervaring. Hij is heel lang op het ministerie van Busa. Ambassadeur Grand Gallon, die was eerst ambassadeur in Trinidad. Fidelia Gallon dus. Ja, zij is in Ghana, denk ik. Ghana. Maar je hebt een paar die echt brand new zijn. En ja, ik vraag me af. Kijk, de diplomatie is een professionele dienst. Hè? Mensen moeten goed opgeleid zijn, dat is 1. Ik neem aan dat alle mensen die nu naar het buitenland zijn, redelijke opleiding achter de rug hebben. Maar die ervaring, dat is iets dat je gewoon moet, dat je gewoon krijgt door het werk te doen. Weet je, je gaat niet iemand hebben als ambassadeur bij de VN bijvoorbeeld. Die pas gaat starten met de diplomatieke wereld. In de diplomatieke wereld. Ze allemaal, mijn collega's waren allemaal reeds diplomaat geweest. Ze kwamen van of China of van Amerika. Ze kwamen echt allemaal ergens vandaan. Sommigen waren zelfs ex-ministers van buitenlandse zaken. Dat is het niveau dat daar rondloopt.
Dus ik ben wel blij dat we in elk geval de Antifa van New York wel een goede permanente vertegenwoordiger daar hebben met ervaring. Weet je, maar ik kan dat niet zeggen van, weet je, kijk bijvoorbeeld grote landen als ja, China, India, Brazilië, Amerika. Daar moet je absoluut iemand sturen die ervaring heeft. Weet je, want je komt daar aan, al je collega's daar hebben die ervaring. En je wil natuurlijk ook, weet je, niet dat je niet gerespecteerd wordt hoor, maar je wil natuurlijk ook, weet je, tussen je collega's zijn en vinden van, ai, weet je, ik ben ook, ik heb die ervaring ook, weet je, dus ik kan met ze meelopen, ik kan met ze meegaan, ze vragen je af en toe om advies. Maar als je een rookie bent, gaat niemand je om advies vragen hoor, want ja, je hebt gewoon die ervaring niet. In zo'n zwaar gewicht man, Henry, waarom ben je zo weinig in de media? Je hebt je naam op taal. I'm not a happy mate, man. Ik wil gewoon... het komt wel leuk. Weet je wat het leuke is? Je gaat ergens bij een pompstation en ik meestal dan me op adoren, weet je, Kiwam Tintori. Nou, maar dan ga ik niet ambassadeur McDonald's. Dat soort dingen vind ik leuk. But I don't see myself as a happy mate. Ik wil ook niet te veel op de voorgrond zijn. Weet je, want vaak ga ik naar, weet je... plekken en ik haast alle journalisten. Niet iedereen, maar vaak komt men naar me toe en me vraagt. Men stelt je een vraag van wat vind je hierover. En dan zie je achteraf dan een bericht in de krant en dan denken mensen van ja, maar Henry McDonald weer in de krant, terwijl weet je, je minister was daar, maar je minister kon toch ook iets gezegd hebben en dat soort zoeken. Dus ik kom niet zo vaak in het nieuws hoor, want ja, Suriname is een klein land toch. En als je steeds, laten we zeggen dat ik elke week een interview afsta of iets, ja. Dan denkt men van, mama, die dan ambassadeur molen naar New York, maar zij, ik kan mij tak zo voeren. Dus daarom vind ik het, ik ben echt comfortabel om op de achtergrond een bijdrage te leveren. En weet je, minimaal man, weet je, ik ga niet, weet je, steeds rennen naar de pers. En, weet je. Dat is het. Het is gewoon mijn karakter. Okay. Nee, mooi karakter wel, maar ik denk van als je kennis hebt, mag je het wel delen. Dat is ook onderdeel van een goed karakter, toch? Dat doe ik graag. Dus vandaar dat ik, weet je, soms ga ik bewust niet naar sommige plekken, omdat ik niet geïnterviewd wil worden. Maar als ik ergens ben en iemand loopt naar me toe, ben ik wel iemand die niet wegloopt, hoor. Ik heb altijd wel een antwoord. Ik heb altijd wel zaken hier rationeel te bekijken. En wat ik sowieso doe, is delen van de kennis. Ik bedoel, overal waar jongeren me vragen om... Kijk, bijvoorbeeld ben ik gevraagd om te gaan praten ergens met jongeren hoor, over the biggest crew up in life. Weet je? En weet je, ik heb aardig wat ervaring, dus ik heb ook zeker één belangrijke screw up meegemaakt die ik gewoon met die jongeren ga delen. Weet je, van luister, als je in een bepaalde positie bent, iets wordt je aangeboden, weet je... Bekijk het altijd serieus als het een belangrijke weet je, offer is. Zeg niet van, ik ben nog niet ready of ik wil het nog niet doen, want ik wil niet daar gaan of ik wil... No. Bekijk dingen altijd professioneel. En weet je, dat soort dingen doe ik altijd. En sowieso als jongeren me vragen, en dat gebeurt vaak, of, weet je, elke week, om de twee weken zo heb ik dan een groep die vraagt dat ik ergens een presentatie zal verzorgen en zo. En dat doe ik wel. Okay. En daarmee ren ik natuurlijk niet naar de pers. Oké. Okay. Nee, ik kreeg net een app hier van Partij van de Arbeid. Naar Singh, Baldwin Singh. Hij is voor de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort wethouder. En die zegt, wilt u aan die meneer vragen dat hij ook ons hier uitleggen wat CARICOM is en dat soort dingen. En ik krijg nog van John, nog een iemand van de gemeenteraad Rotterdam. Die hangen aan jouw lippen, terwijl je nog, ik heb geen vraag gesteld. Die willen dat je over CARICOM vertelt, over de ontwikkeling Guyana, over Suriname, waarom wij arm zijn. Suriname is nu op dit moment arm, wordt gezien als een van de armste landen daar in de regio, terwijl jullie olie hebben. Waarom? Hoe kan dat? Maar volgende keer wil ik wat jou hebben over CARICOM. Op welke vraag moet ik echt antwoord geven? Nee, ik wil alleen, ik ga nu afronden met Suriname, dat stukje van Suriname. Ja. En als je het goed vindt, wil ik volgende maand, één keer in de maand minimaal, met jou over gedachten wisselen over CARICOM. Want dat begrijp ben je zo goed in EU. Die kennen alleen Europese gemeenschappen, ja. Werken samen. Eigenlijk heel simpel, uh-huh. Wat de EU is in Europa,
is CARICOM in het Caribisch gebied. Okay. Alleen hebben we nog geen munteenheid en dat soort zaken. Maar zo moet men het zien. Okay. En ten aanzien van oil en gas, ja, waarom... Hey, maar ik wil met jou dieper hebben over CARICOM. Hè. Wie zijn die landen, hoe het ontstaan is en wat, ja, wat dat betekent voor Suriname. Ja, dat zullen we zeker doen, maar dat gaan we in een andere keer. Aan de keer, oké. Okay, dus CARICOM, CARICOM moeten wij zien als EU. Wat EU hier is, ja, dat is CARICOM. Absoluut. Dus samenwerkende personenverkeer, hè, vrij personenverkeer, arbeidsmarkt. Een groep van landen die in een bepaalde regio zijn en bepaalde politieke, diplomatieke ontwikkelingsafspraken met elkaar hebben gemaakt. Oké. Maar Luben, er is nog geen munteenheid, CARICOM dollar, nee, bestaan dat hebben we nog niet. Dat hebben we nog niet. Nee, dat hebben we. Staat ook hier, voorzitter? Maar de EU bestaat ook langer, hè. Dus de EU is hiervoor. Ja. Weet je, maar CARICOM gaat die kant op. Bijvoorbeeld, we hebben nu een CARICOM Single Market and Economy, waarbij afspraken zijn gemaakt over, weet je, de samenwerken. Over het samenwerken van CARICOM-landen. Okay. Met betrekking tot economische afspraken zijn gemaakt. Men heeft ook een CARICOM-paspoort nu. Ja? Waardoor het gemakkelijk wordt om naar diverse landen te gaan. Maar ook werken als Surinamer in een CARICOM-land is makkelijker. Je krijgt makkelijker je verblijfsvergunning. Dus we zijn op de goede weg. Oh, dus er is nu een CARICOM-paspoort? Ja, het is een CARICOM-paspoort. Surinamers hebben een CARICOM-paspoort. Alle Surinamers hebben een CARICOM-paspoort? Ja. En dan staat er iets van het CARICOM-logo op of zo? Zoals EU? Ja. Oh, mooi. Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan het hebben over een CARICOM aan de keer. Tot besluit. Suriname is arm, wordt hier gezegd. Je bent daar in Suriname, je ziet het ook. Jullie vinden steeds olie, wordt er gezegd en gesuggereerd in de media en happy. Wat doen jullie mee dan? Waarom blijven jullie arm als jullie zoveel oliefonds hebben? Kijk, Suriname is arm, economisch. Weet je, want we hebben aardig wat klappen gehad, hoor. Ik denk, ik zal niet zeggen dat het de schuld is van de politiek. Maar, hij is de schuld van de politiek. De politiek hele zware delen gehad. En die hebben echt wel te maken met gewoon slecht financieel beleid in het land. Weet je, je kan niet gaan spelen met je deviezen voorraden en dat soort toestanden, weet je, risico's nemen met dat soort zaken. Dat is een van de grootste dingen. Maar Suriname vind ik eigenlijk, als je kijkt naar het land, hebben we heel veel mee. Weet je, het is het groenste land ter wereld. Als je kijkt naar economische mogelijkheden, landbouw, mijnbouw, goud, grind en ook nog olie. Weet je, en toch wordt het land gezien, weet je, bewust nog, als een arm land, als een ontwikkelingsland. Weet je, we hebben zelf een kleine bevolking. Weet je, andere landen struggelen met de grootte van hun bevolking, weet je. Wij hebben dat soort dingen niet. We zijn, weet je, diverse bevolkingsgroepen die redelijk peaceful met elkaar leven. Als je kijkt naar andere landen. Weet je, er zijn soms van kleine erupties en zo, maar is dat van Oenus en Anam aan de eenmaal, weet je, we klagen over alles. Maar ik zeg, als je kijkt naar andere landen, waar je hoeft niet ver te gaan, Guyana, daar heb je absoluut nog steeds een grote, scheiding tussen de grootste twee etnische groepen. Dat heb je nog steeds. In Suriname niet, man. Je kan geen blanke man zijn en je hebt geen enkele Hindustaanse vriend. Of je bent een Hindustaan en heb je geen enkele Bosland-Krioze vriend of Javaanse vriend. Afhaan dat nooit naar ons. Weet je, ik zeg altijd van, als je bijvoorbeeld gaat naar een klas in Suriname, weet je, ik doe soms motivational talks, ook op lagere school, hoor. Ga ik soms lezen en dat soort toestanden. Dan maak je een foto van die klas en dan ga ik naar huis. En dan zie ik Chineesjes erin, Bosland-Kriootjes erin, Javaantjes erin. Weet je, dus dat is Suriname en zo zijn we opgegroeid, zo leven we. Dus dat is iets dat ook een positief ding is. Ja, en nu ten aanzien van olie. Kijk, we zijn een stapje achter op Guyana. Want Guyana heeft, ik denk ongeveer nu 7 jaar geleden olie ontdekt. En ze zijn 5 jaar daarna in productie gegaan. Wij zijn precies volgens mij 5 jaar na Guyana hebben we onze eerste grote oliereserves offshore ontdekt. Want je moet niet vergeten, het verschil tussen Suriname en Guyana is dat Suriname al langer dan 30 jaar in olie zit. Maar het is onshore. Offshore is iets nieuws.
En daar is Guyana een stapje voor. En ik denk dat we over ik maak programma voor mensen hoor, luisteraars, normale mensen. Dus offshore is, we hebben, dus met offshore bedoel je in de zee? Ja, hè? Offshore. Ja. En offshore we hebben, was in Saramaca, ongeveer 30 jaar geleden was men bezig water te zoeken. Met staatsolie en zo. Waterbronnen en er spoot olie naar boven. Okay. Dus vanaf toen is staatsolie dat. Okay. Maar met offshore bedoel ik op zee. Weet je, een aantal kilometers in zee hoor. Dus dat is het. En natuurlijk, de voorraden daar zijn enorm. Guyana zit nu al bij ongeveer 300.000 barrels per dag. Is een behoorlijke hoeveelheid olie. En Guyana gaat naar, over 5 jaar moeten ze zijn bij 1 miljoen. En de laatste berichten was 1,2 miljoen barrels olie per dag. Weet je? En die zaken zijn, weet je, mogen ook in het vooruitzicht stellen voor Suriname. Het enige wat nog moet gebeuren is dat, hoe heet dat ding weer technisch? Final investment something. Moet nog worden, decision, final investment decision moet nog worden gemaakt in zaken het winnen van olie offshore in Suriname. En we verwachten het dit jaar nog. Okay. Zodra dat gedaan is, dan gaan de eerste bronnen, oliebronnen in Suriname, in Surinaamse water, beginnen met productie. En ik weet niet met hoeveel we gaan beginnen, misschien 100, 120, 150.000. Barrels per dag, maar dat zijn de aantallen waarnaar we moeten kijken. Het komt goed. Hey, maar ik rond af, maar ik moet deze vraag toch stellen. Toen ik in Suriname opgroeide, waren Guyanese, die hadden het moeilijk in Guyana, die kwamen naar Suriname om werk te zoeken in de bouw, in de landbouw, overal, omdat het zo slecht ging in Guyana. De Suriname stond gewoon letterlijk boven Guyana. Is er een verandering daarin? Is hier een kentering? Ja, super, super, ja. Een grote verandering. Dus de Guyana, ik ken de Guyanese vrouw. Die zijn nu al weg. Ja? Die wonen niet meer daar? Ja. Nee, ze gaan weg. Omdat je verdient beter in Guyana nu. Oké. Weet je, er is verschrikkelijk veel werk. Heel veel buitenlanders zijn er in Guyana. En dan heb ik het over Vietnamese mensen uit Ghana, Nigeria. Weet je, ik weet niet wat. Nederlanders volgens mij, die zijn er ook daar. Dus iedereen die in de oil is, die nationaliteiten heb je nu allemaal in Guyana. En natuurlijk, er is werk. De mensen verdienen beter daar in Guyana nu. Dus de meeste mensen die ik kende, Guyanese, die zijn, zeker de jonge mensen, die zijn terug. Dus we hebben een slag gemist. We hebben mijn directe vrienden die nu in Guyana wonen en werken. We hebben een slag verloren met Guyana. Niet echt de slag verloren, want dat wat er nu daar gebeurt, gaat ook bij ons gebeuren. Nee joh, Henry, mijn buurman, mijn tuinman in Suriname was een Guyanees. Schoonmaakster in bepaalde bedrijven waren Guyanese. En zelfs de prostitutie, watermolens, Guyana-vrouw. Ik ben naar Suriname geweest, ik zie weinig Guyanese. Zijn ze terug naar hun land? Gaat het beter daar dan in Suriname? Kijk, de meesten die nog vrij jong zijn, die gaan terug. Maar ik vind het niet erg, weet je. Die mannen gaan terug, weet je, waar ze het beter hebben. En weet je, ik zat in Guyana maar altijd, want ik ben van Nigeria. En in Nigeria, daarom, want, even op ogenblik, was 35% van de mensen in Nigeria Guyanese. Ja, Juna, half Guyanese nog. Guyana. Ja, toch, Nigeria, man, af Guyana, man. En de man voor Barbies, af Nigeria, man. Weet je, maar het is één gebied, ja, kijk. Wij zien het als twee landen en twee gebieden. Nee. Al die mensen die daar wonen. Is dan een rivier, man. Zeg maar, steek een rivier Aladi over. Ja. Weet je, de Megobuys aan drapen, de familie drapen, die man gaat daar, vindt een vrouw daar. Of die ene komt naar Suriname, vindt een man. Weet je, dus, het zijn bijna familie. Zo, dus, en zo, de mensen, man. Zo ziet de bevolking het, hoor. Wij in Paramaribo denken van, maar in het gebied. Maar dat is altijd zo. Bij grensgebieden heb je mensen over en weer en... Je kan naar Guyana gaan en op het moment dat iemand je een paar boos ziet drinken, gewoon gelijk hoor je van Eva Waka. Ja, ja, oké. Okay. Hey Henry, ik laat het hierbij. Ik wil het volgende keer met jou hebben over CARICOM en de upcoming economie van Guyana.
als je het goed vindt. Ja, zeker. Okay. Als je maar een dagje van tevoren aangeeft. Wanneer. Eén dagje maar. Een dagje altijd op zondag. Oké, okay. Het is altijd op de zondag, want dan heb ik 80.000 live luisteraars nu. Oké. En straks ben je online om terug te luisteren voor mensen die het gemist hebben op YouTube-kanaal. Hij is een linkje, Volgende week, oké? Okay? Dat krijgen ze sowieso. Grattangi voor je tijd en toelichting. Ambassadeur Henry McDonald. Live op Standvast. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvastradio.nl.